Goeiedag, einde van die week, vrijdag, en het is so lekker om weer samen met jou te kuier. En ons is bezig met die kruisigingsverhaal en Jesus wat aan die kruis hang. Ons lees Johannes 19 vers 30. Jesus het sy lippe en mond daarmee nat gemaakt. Hy sê toe, nou het ek alles gedoen wat ek moest doen. Sy kop het vooroor geval en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Voor ons Christen wereld is hierdie een deel wat, en ek kan denk van allemaal daar om, wat net so half een oomblik van stilte en denk, wauw, dit is voorbij. Maar het was eindelijk die begin van mij en jouw redding. En alhoewel het voor die wereld naar een van die meest snaakse stories lijkt, dat hoekom een man zal sterven, maar dit is wat mij en jouw redding begin. Het is een wonderlijke geleentheid. Maar wat mij vang van hierdie tekst is, Jesus sê, nou het ek alles gedoen wat ik moest doen. Hoeveel van ons kan aan die einde van de dag, als jij op je bed gaan leven vanavond, sê wel, ek het vandaag alles gedoen wat ik moest doen. Niet alles gedoen wat ik wil doen, nie, want sien daar is een verskil. Ons sê so baie keer, nee, ek wil nog dit doen, ek wil nog dit doen. Maar Jesus het kom doen wat hij moest doen, waarvoor hij geroep was. En hier aan die einde van die week, misschien moet jij een beetje terugkijken op je week en denk, het ek alles gedoen wat ik moest doen? Wat mijn plichten was bij die werk, mijn plichten bij die huis, dit waarvoor ik geroep is. Het ek vir iemand vertel van hierdie goeie nuus dat Jesus vir ons kom sterf het, want dis elkeen van onze plicht, het ek het gedoen. Hoeveel van ons kan sê, hoor, ek het 100% vandaag geleef, en ek weet ons gaan sukkel om daar uit te komen, maar as ons nie daarop focus nie, gaan ons nog minder daarby uitkom. En misschien moet dit die uitdaging wees vir hierdie volgende ruk en vir die rest van jou leven, dat jy elke dag, die aand as jy op jou bed gaan lee, kan sê, ek het vandag gedoen wat ek moest doen. Ek het gehoorzaam gewees aan God, ek het vir iemand vertel van die goeie nuus, ek het my werk doelgerig gedoen, ek was hier vir my familie, ek het alles gedoen wat ek moest doen. En ek denk, het gee so 'n mate van bevrediging om te weet, wel, ek is okay en morgen is 'n nuwe dag en God gaan vir my nuwe krag gee om hierdie dag aan te pak. So kom ons bid saam en hierdie moet jou nie laat skuldig voel en laat dink, oe frek, daar is nog een lang lys van dinge wat ek nog moes doen nie. Nee, kom ons laat God vir ons wys en sê wat ons moet doen en waar ons wil gebruik, want dis die belangrike goed wat ons moet doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie dag en dankie vir hierdie week en miskien was al geleenthede hierdie week waar ons dinge gemis het. Dinge moes doen en ons het nie gedoen nie en ek praat van dinge waarna toe u ons geroep het, nie noodwendig net hierdie aardse dinge van, ek moes nog die gras snij of ek moes nog die tuin nat maak, ek praat van ewigheidswaarde dinge, dinge om, ek moes nog met daarin gaan gesels het oor sy verhouding met u, of ek moes daar nog gaan jammer sê, mag ons elke dag afsluit, met die rustigheid in ons hart van, ons het alles gedoen wat ons moes doen vandag, zodat ons nie enige twyfel het oor die dag van morgen wat voor, en laat ons dan morgen weer kan aanpak. Ek wil bid dat u ons die krag en energie sal gee, en ook die helderheid van verstand, dat ons een bewustheid ontwikkel van dinge waarna toe u ons roep. Ek bid het en ek dank u en ek prijs u daarvoor, in Jesus' naam. Amen. Geniet die vrijdag en ons gesels morgen verder. Tot ziens. Moenie die woord erediens misloop nie, sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.